your information. Bent u ervan op de hoogte dat de vicevoorzitter van onze Nationale Assemblée, Melvin Bouva, op 28 maart 2018 de algemene vergadering van de Interparlementaire Unie IPU in Genève, Zwitserland heeft voorgezeten? Voor Suriname is deze aangelegenheid ontzettend uniek omdat het de positie van het land versterkt binnen deze internationale organisatie. Ook voor de vicevoorzitter Melvin Bouva was deze ervaring zeer bijzonder. De Interparlementaire Unie, IPU, is de wereldorganisatie van de nationale parlementen en heeft haar internationaal secretariaat in Genève. De IPU bestaat sinds 1889 en is daarmee de oudste multilaterale politieke organisatie. Bent u ervan op de hoogte dat Suriname in 1979 is toegetreden? Op dit ogenblik zijn de parlementen van bijna 180 soevereine staten lid van de IPU, terwijl 10 internationale assemblées, onder andere het Europees Parlement en de parlementaire vergadering van de Raad van Europa, geassocieerd lid zijn. Bent u ervan op de hoogte dat het doel van de IPU is om bij te dragen tot de vrede en de veiligheid in de wereld door politieke dialoog en parlementaire diplomatie? En het parlement als essentiële instelling voor democratie en goed bestuur te versterken. For your information.